Het gaat om het geen doen. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Nou, het is vandaag zaterdag en het is ongeveer, ik denk, 1 uur of zo. Ik heb echt geen idee hoe laat het eigenlijk is. Maar het is nu vandaag zaterdag en vandaag is Laura er van RTL. En Laura is nu even aan het filmen. Jullie krijgen haar ook zo meteen te zien. Maar, zij komt dus vandaag een filmpje over mij maken. En we hebben ook net een heel uitgebreid interview gehad. En die komt dus... in het zondagverhaal, dus of zondaginterview. En dat hebben zij elke zondag, heeft RTL zo'n interview met iemand. En dat wordt dan overal op social media en alles. En op de app. En op de site kan je dat ook allemaal lezen en zo. Dus dat komt, als het goed is, volgende week zondag. Maar dit wordt later geüpload. Dus ik zou jullie even laten weten wanneer en waar dat allemaal komt. Dus dat is echt heel erg leuk. En het is lekker weekend, echt heerlijk. Straks gaan we even naar Esmee toe. Dat is een vriendin van mij. Die kennen jullie denk ik ook wel. En dan gaan mijn moeder en ik eventjes naartoe. En dan gaan we even wat dingetjes gewoon een beetje bijkletsen. En zo. Dat hebben we echt heel lang niet meer gezien. En gewoon een beetje, gewoon gezellig, weet je wel. En morgen... Mam, wat gaan we weer doen? Niet zoveel, hè? Nee, morgen komt misschien Marjon en Fred. Gaan we zo zeker. Ja, oké, morgen komen misschien Marjon en Fred. Maar ja, oké, ik heb er heel veel zin in. Breng haar even in beeld zo. Ja, maar ik zie toch Laura weer bij je? Ja, tuurlijk. Daar. Hi. Zal ik naast je komen staan? Ja, is goed. Hi. Hi. Nee, dat is Laura van RTL. Dat klopt. Ja. Wij hebben net een interview gedaan. Dat ging goed, toch? Ja. Ik vond het ook leuk. Ja, mooi. Ja, oké, dus dat is Laura. En ik vind het heel gezellig. Ik ook. Dat is mooi. Mooi, we gaan nog een stukje filmen. Ja, is goed. Hoi allemaal, en superleuk jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Nou, het is vandaag zaterdag, dus het is lekker weekend en het is echt heerlijk. Maar het is nu denk ik, hoe laat is het? 1:30? 1 uur? Ik heb geen flauw idee hoe laat het is. Maar vandaag is Laura er van RTL. Laura. Hi. Hi. En Laura is op dit moment ook aan het filmen. Die is dus van RTL. En vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Dat is mooi. Jij ook? Ja, zeker. Mooi zo. En nou ja, Laura die heeft dus net een heel uitgebreid interview met me gehad. En die gaat ook klein stukjes filmen en foto's maken en zo. Ik kom in het zondag interview. Dat zeg maar, elke zondag heeft RTL dat. En dat komt dan op social media en op de site en op de app en zo. Dus want daar kom ik nu dus in. Dus dat is echt heel erg leuk. En zeg maar... Zou je iets meer naar voren kunnen? Want dan kan ik iets makkelijker om je heen. Anders dan loop ik op de hond straks. Nog zo? Een klein stukje? Ja, top. Hoi allemaal, superleuk jullie kijken weer een nieuwe vlog. Nou, het is vandaag lekker weekend, het is zaterdag en het is nu ongeveer 1:30 bijna. En Laura is er vandaag van RTL. Laura. Hi. Hi. Ja, je bent van RTL? Ja, dat klopt. Wij hebben net een interview gedaan. Ja, we hebben net een interview gedaan en die komt in het zondag interview, toch? Ja. Op de site en op social media en op de app. In de app, op de app, in de app, in de app. En Nederlands is moeilijk, jongens. En nu is ze ook aan het filmen. En we hebben net wat foto's gemaakt en alles. En wat shots en zo. En ja, het is echt heel erg leuk. En we hebben net heel interview gehad, zoals ik al zei. Verder ga ik vandaag niet zo heel erg veel doen. Ik ga zo eventjes naar een vriendin van mij met mijn moeder, naar Esmee. Die ken ik denk ik wel. Gewoon om eventjes gezellig, weet je wel. En ik heb haar heel erg lang, hebben we haar al niet meer gezien. Dus dat wordt gewoon super gezellig. En nou ja, morgen gaan we ook niet zo heel veel doen. Misschien komen Marjan en Fred eventjes, maar verder gaan we niet echt. En dan zorg ik gewoon voor dat hij recht blijft. Dus dat hij niet zo gaat of zo. Of yeah. te veel zo. Af en toe als ik hem echt heel lang vast heb, gebeurt dat wel. Yeah. Maar ik probeer hem echt zo recht mogelijk te houden. En ook zo recht mogelijk in de camera te kijken. Nou ja, dat lukt niet altijd, omdat ik hem natuurlijk niet zo goed zie. Maar nee. Verder... Nou, niet zo goed, omdat je het helemaal niet ziet, toch? Nee. Klopt, omdat ik het helemaal niet zie. Nee. En, dus de truc is eigenlijk om je ellebogen op een bepaalde manier te houden. Ja, en mijn handen. En dan weet je... En mijn handen, zeg maar, één hand hou ik zo. Ja. Dus zeg maar zo. Ja. En die ander hou ik zo. En zo kan ik hem goed in balans houden. En zo hou ik hem gewoon goed recht. Want ik kan hem ook... Ik heb hier een lusje bij mijn telefoonlusje. Mm-hmm. En eerst steek ik dan ook zo, zeg maar. En als ik iets van ver af moet filmen, dan film ik wel af en toe gewoon zo. Ja. Of zeg maar zo. Maar als ik mezelf wil filmen, dan film ik meestal niet zo. Heb ik wel een tijdje gedaan, maar ik vind het niet echt fijn. Ja, dat, ja. Dus dat is niet echt stabiel, want dan gaat hij heel snel zo, zeg maar. Ja. En nu hou ik hem gewoon zo en dan is hij gewoon een stuk stiller. Uitleg hoe en wat ze dat dan moet gaan doen. Dus heb je er zin in? Ik heb er zin in, ja. Ik vind het nu al moeilijk, want ik heb mijn telefoon vast, maar... Ze heeft dus een blinddoek. En we gaan even kijken wat ze ervan gaat bakken, dus ja. Ik heb gebakken, hè? Ja. En dit is dus hoe jij de hele dag... Nou lijkt het me al heel moeilijk om met een blinddoek op te lopen over straat.
Maar jij loopt ook nog door het huis en dan ga je ook nog vloggen. Ja. Zonder te vallen. Ja. Hoe doe je dat? Nou ja, heel erg op gehoor. En, ja. Nou ja, ik woon hier natuurlijk al best wel lang. Ja. En ik denk dat het ook scheelt. Want als ik jou nu eens een blinddoek geef, jij moet over straat gaan lopen. Dan loop je overal tegenaan. Dan snap je er zeg maar niks van. Nee. En ik ben er natuurlijk aan gewend. Dat ik doe het echt al zo lang ik me kan herinneren. Dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Dat ik aan gewend ben en jij zeg maar niet. Nee. Ja. En ben je nu ook aan het filmen of niet? Ja. Oké, okay, ja, dat had ik niet hoor. Ik ga mijn blinddoek nu weer afdoen. We gaan en dan even kijken. Gaan we kijken wat ik ervan heb gebakken. Zo. Hi. Oh, je was inderdaad aan het filmen. Ja. Oké, okay, we gaan even. Ik druk hem weer uit. Nou, we zijn net klaar. Laura die gaat weer naar huis. Nou, ik vond het heel erg leuk. Ik ook, dankjewel. Ja, geen probleem. En ja, dan zie ik je waarschijnlijk wel de volgende keer weer. Is helemaal goed? Pootje aangeleerd. Weet zit, poot. Goed. Ja, dat was te snel. Oh. Ik moet met mijn camera nog naar beneden en zo. Okay, ja. Zonder dat mensen misselijk worden. Oké, okay, Veet. Kom voor. Zit. 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 Poot. Poot. Een goeie. Je moet een goeie doen. Zit. Nee, even zit. Poot. Ja, perfect. Wat goed, eventjes in een ochtendje. Ik heb het zeg maar gedaan door een snoepje in mijn hand te nemen en dan aan te laten reiken. Op een gegeven moment gaat het zeg maar zo doen met de poot en dan, ja. Goed hoor. Veti heeft de gnoe gespot op tv. Werd geen zenuw op de keer. Ja, ze vond het niet leuk. Hè, die gnoe mag niet, een soort van buffalo mag niet in huis. Misschien filmen we het zo nog wel eens. Misschien ook achter de tv kijken. Ja. Ja, dit wordt de nieuwe Fox 4, zeg maar. Veet, het is klaar. Kom maar. En het is nu avond en ik ben even in het losloopppark met Luca en Veet. Luca! Daar is ze. Hey! Ja. En Veet is... Veet! Veet, komt hier! Daar is ze! Hey, moppie! Hey! Nou, schatje. Daar. Ja. En nou ja, ze zijn nu lekker buiten aan het spelen. Er zijn geen andere honden, voor zover ik eventjes weet. En Veet! Go! Nee? Dat is nou jammer. Luca zou nooit weggaan. Luca blijft altijd bij je. Luca is nog nooit weggelopen of wat. En als ze wegloopt, komt ze echt meteen weer terug. Ze durft ook niet weg te lopen of zo. Dat was wel echt heel fijn. Veetje, jij moet het allemaal nog leren. Dat is ook wel goed. Ja, ik ga veel te snel voor dat ding. Ja. Ik ben een konijn. Het is echt heel hard te vertellen in de tijd. Ik vind het leuk hoe zij zich ook alleen vermaakt, zeg maar, zonder anderen. Oh ja, nice. Lekker maar mee te laten spullen. Oh, je hebt een plukje van een tennisbal, lijkt het wel. Kom eens hier laten zien. Nou, nee hoor. Ik ben er heel leuk mee aan het spelen. Veet. Ja, het is gewoon een... Ja, dingetje. Zie de eenden. Veet, kijk eend. Kijk eend. Nee, dan hebben we dadelijk eend op het menu. Oh, lekker. Eend is oprecht lekker. Ja, heb ik het al gezegd? Ja, in Kroatië. Ja? Ja, bij Gruka. Oh ja. Maar dan wou ik toen niet eten omdat ik het zielig vond. Dat ik vond het eigenlijk heel lekker, maar ik wou het niet eten omdat ik het zielig vond. Kijk, ja. Veet. Pak ze. Pak nee, ze. Niet doen. Pak ze. Je ziet Veet. Pushes. Eend. Pak, ik heb honger. Nou, je bent gereisd. Is een grap. Aha. Kijk, dit is het. Jongens, heeft het maar even losgelaten. Oh, dat is een... Veet? Wil je maar naar voren Veet? Gooien? Oh, dat is in de bosjes. En bijna over het hek heen. Veet? Gooi zit. Maar. Zit. Als je een kwart, een klein stukje draait, ze zit netjes. Nee, andere kant op. Ja, daar, no, naar rechts een klein stukje. Ja, zo gooi je dan maar. Oké, jongens, zeg maar onze buren, die hadden eerst hadden ze twee chihuahuas en die zijn helaas zeg maar overleden. En nu hebben ze een nieuw hondje en die is net een uurtje hier zo. Het is echt net een cavia. Ze heet Sunny. Kom maar. Oh, ze nu naar een egel. Het is echt net een cavia of een konijn of iets in die richting. Het is zo schattig. Ze is zo lief. Het is een egel. Het is een egel. Ja. Niet het niet. Nee. Oké, okay, wacht, we gaan Veet bijhouden. Ben je aan het filmen? Ja. Zag je ze, Veet? Veet, kijk uit.
Ze is 14 weken. Ze is zo cute. Want helaas zijn allebei hun chihuahua's overleden. Kijk hoe laag Veet gaat. Het is goed, Veet. Dan ben ik trots op Veet. Ze gaat gewoon kruipen op de pad. Kijk nou, ze kruipt. Nou, kijk nou. Goed zo, Veet. Kijk nou, leuk, joh. Camera. Kijk nou, ze loopt. Het gaat al met Veet door. Ze loopt zo als een Veet door naar jou toe. Geef Veet ook een krul. Ze is ook niet bang of zo. Nee. Nou ja, ze komt wel naar jou toe. Maar Veet, wat ben je lief. Heel lief. Heel lief. Het is een Pomeriaan. Ja, het is een Pomeriaan. En ze heet? Sunny. Sunny. Meiden, vinden jullie het leuk? Ja. De twee buitenste zijn trouwens, want we kijken tegen de zon in. Oh, ja, nee, die andere verdwijnt nu bijna in beeld. Ja, jullie zijn ook blij? Ja. Niet zo raar. Oh, hier Marie, heb je de camera hier? Ja. Nou, dit is echt een ze kan lopen. Ze kan lopen. Oké, nou, we kan bijna 42 kilometer trekken. Wacht, kom eens verder, een beetje hierheen. Ja, en nu trekken. Go. Kom op, Veet, trekken! Oh jongens, ik heb ook nog een stukje, dat ga ik zo laten zien met die met Sunny. Ja. Die jullie net hebben gezien, buiten, daar, die lag in de mandje, jongens, toen kwam ook even Veet kijken. Dit is geen vlos meer, dit was eerst een grote vlos. Zo, weet je hoe hard ik daar aan gewerkt heb aan dat ding? Ja. Gauw klaar, hè? Dus goed zo. Oh, hij kwam terug. Nou, klaar. Ze vindt het wel heel eng, maar het is wel een kusje. Oh, nou houdt ze dadelijk in de lip. Ik denk dat ze zo grijnig is omdat ze sliep. Nee, je mag niet de bal. Dat is haar bal. Mijn kusje. Oké, ik ga even wat proberen. Als ik zeg maar gewoon aan het lopen ben, dan in één keer neer van kijk wat Veet dan doet. En ga eens op je buik liggen. Volhouden even. Ja. Ja, dat kan niet. Ah, krol er maar. Het is heel raar. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal en tot de volgende keer. En ik zie er echt niet uit, sorry. Doei!